Straks op de achtergrond de Woodwick-kaars. Maar ik dacht, ja, het geeft wel een extra vibe en knusse sfeer aan deze video. Dus ik laat het gewoon lekker aan. Zoals je kon zien had ik een naked lookbook voor jullie. Een beetje inspiratie hoe ik naked items zou stylen in de herfst. Het waren vooral herfst items en winter items. Dus ik ga jullie nu nog stuk voor stuk eigenlijk laten zien welke items ik nou precies heb gekocht. Besteld heb bij Naked. Ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. En daarnaast vertel ik wat de prijzen zijn van de items. Dus heb je zin in deze soort van lookbook, shoplog-achtige video, maar dan een knussere variant ervan? Blijf dan zeker even kijken en vergeet niet het duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Ik zal de linkjes van deze items in de beschrijving zetten en dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, deze video is in samenwerking met Naked, dus daar ben ik Naked natuurlijk heel erg dankbaar voor en ja, heel enorm blij mee. Ook met de items, want ik heb ze stuk voor stuk al aangehad. Ik heb als allereerst een soort, ja, het is wel echt een jas. Hij is ook heel dik, maar het kan ook prima als herfstjas. Namelijk deze. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Een beetje dat beige kleurtje en ontzettend dik en zacht nog wel. Maar deze heb ik in een maatje 36 en ik weet niet, ik vind deze gewoon heel leuk. Hij heeft ook van die zo'n ceintuur zeg maar, waardoor je het nog een beetje aan kan knopen en een beetje een vorm en model in kan brengen. En dan heeft hij nog wat borstzakjes. Maar ja, de kwaliteit is hiervan gewoon zo ontzettend goed en ik ben hier echt ontzettend blij mee. Dus dat is deze jas, ontzettend handig ook voor in de herfst, als je nog geen dikke winterjas aan wil. Even kijken, deze jas die kost €99,95. Met de kortingscode DELVER20 krijg je 20% korting op alle items die er maar te koop zijn bij Naked. Dus ik zou zeggen, neem het ervan als je nog een herfst- of wintergarderobe moet inslaan. Dan het volgende item en die heb ik dus gesteld met van die beige hoge lompe laarzen en een beige riempje die erbij dezelfde kleur heeft eigenlijk als de laarzen. Mocht je vragen hebben over andere items die ik draag in de video, laat het dan even in de comments weten. Dan laat ik dat achter waar het van is. Maar deze is dus van Naked, deze sweater dress. Ik vind hem mega leuk. Je kan hem namelijk hier zo openritsen. Je kan hem ook helemaal dicht doen. Dan zit hij namelijk gewoon echt zo als een hoge kom. Maar ik vind het dus wel leuk dat je een beetje open doet. En dat je dan hier gewoon een soort V-hals creëert met de rits. En voor de rest is hij gewoon lekker gebreid. Wit, heel erg mooi. En ja, die rits loopt eigenlijk helemaal door tot onder. Dus dat is deze. En ja, zoals ik zei vind ik het heel erg leuk om te stylen met van die lompe laarzen eronder. Vooral in de herfst of zo, als je nog een beetje blote benen kan. En anders doe je er een huidskleurige panty of zo onder. Dan vind ik dat echt ontzettend leuk. Maar ik vind het zelf gewoon leuk met blote benen. Als het weer nog toelaat. Deze heb ik in een maatje M, dus wel wat groter, want het voelt wel leuk als hij iets groter viel. Deze die kost €60,95. Dan heb ik laarsjes besteld en deze laarsjes die wilde ik echt al een hele lange tijd. En deze laarsjes zijn ook echt perfect voor de herfst en de winter. Vooral de kleur, ik ben er echt gek op. Eigenlijk is alles wat ik dit keer heb besteld nude, beige, een beetje dat thema. Maar dit zijn de laarzen. Oh mijn god, zo mooi. Heel erg mooi beige dus. En het zijn een beetje van die Chelsea boots. Niet te lomp. De onderkant is ook niet te lomp. Ik heb hem al aangehad, dus hij is al een beetje vies. Maar ik ben hier zo ontzettend blij mee. Ik heb hem gewoon in mijn eigen maat besteld. Maat 39 en ze passen perfect. Dus ja, ik vind het echt heel erg mooi. En ik vind het ook wel mooi dat leer, zeg maar, dat materiaal een beetje gaat werken.
Dus je ziet een beetje van die scheurtjes en, of nou ja, scheurtjes, een beetje van die rimpels. Rimpels? Kreukels in het materiaal, maar ik vind dat wel mooi. Dus dat zijn deze laarzen. En die heb ik, ja, dit kun je echt letterlijk met elke outfit combineren. Met een zwarte broek, met een rokje, met een jurk, met die sweater dress van net. Of met een spijkerbroek. Echt, dit kan met alles. Dus dit zijn gewoon de perfecte laarzen voor dit najaar. Even kijken. En deze die kostte €110,95. Dan echt misschien nog wel een favoriet van mij. Deze trui. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Dit kleurtje is gewoon echt geweldig. Misschien komt het niet echt over beeld. Maar het is echt zo'n bruine, donkerbruine aardse kleur. En het is dus helemaal gebreid. Een beetje zo'n kabeltrui. Mega vet. Een iets hoger, nou ja, niet echt een kool. Maar de nek is wel wat hoger. Dus ja, ik vind dit echt heerlijk. De perfecte najaarstrui. Deze kun je ook heel leuk combineren met een tennishokje bijvoorbeeld eronder. En dan van die grote zwarte chunky boots. Of van die over de knie laarzen. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Zo heb ik het in ieder geval in mijn hoofd gecombineerd. Maar ja, dat is dus deze trui. En deze heb ik expres in een hele grote maat gekocht. Want ik dacht, hoe groter, hoe beter met dit soort truien. Dus deze heb ik in een maatje LXL. En normaal heb ik een maatje S, 36 van Naked. Soms een 34 XS. Maar ja, ik dacht, hoe groter, hoe beter. Dus vooral met die oversized lookjes. En dan met een tennisrokje eronder vind ik deze trui mega leuk. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. En hij kietelt niet. Hij jeukt niet. Dus dat is ook heel fijn. En deze trui die kost €55,95. Dan het volgende item voor €44,95 is deze bruinige blouse. En ik vind deze heel leuk. Ik heb deze blouse namelijk al van Naked in het wit. En die draag ik best nog wel vaak. En dit soort blouses zijn echt de perfecte blouses om daar overheen nog een spencer aan te doen. Of overheen te trekken. Maar ik vond dit kleurtje echt zo'n najaarskleurtje. Lekker bruin. En wat ik zo leuk vind aan deze blouse is dat hij dus best wel van die wijde mouwtjes heeft. Waar dan van die strikjes aan zitten. Het is gewoon echt een schattig detail. Dus als je dan een spencer eroverheen doet, dan zie je nog heel leuk die mouwtjes zo uitsteken. Dus ik vind hem ontzettend leuk. Dus dat is deze hele mooie blouse. Je ziet het wel wat beter dus in de lookbook wat je hiervoor in die beelden hebt gezien. Maar deze heb ik in een 38 besteld. Ik dacht, weer hoe groter, hoe beter. Dan kun je het als een soort jurkje dragen. Helaas is hij nog net iets te kort voor een jurkje. Dus ik had wel een 40 misschien nog wel een groter maatje kunnen bestellen. Dan was het echt een perfect jurkje geweest. Maar 38 prima. Met een broek eronder helemaal leuk. Dus dat is deze. En dan het laatste item wat ik dus combineer met dat bruine blouseje is deze Spencer. Ik vind deze zo ontzettend leuk en knus. En dit is echt... De Spencers waren natuurlijk vorig jaar al helemaal een trend en een ding. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het dit jaar gewoon weer super leuk. Dus vandaar dat ik deze heb besteld. En heb gecombineerd met dus die bruine blouse en dan een zwarte leren broek eronder. De zwarte leren broek die ik eronder had is ook van Naked. Heel toevallig. Echt heel veel kleding van mij is van Naked. Omdat ik gewoon zo fan van ben. Je hebt er letterlijk alles. Maar ja, dit Spencertje is dus gebreid. Een en al gebreid. En dan heeft hij dus een mega lekkere hoge kool. Heerlijk voor de koude dagen. En dan is hier dus, ja, een gat. Logisch voor je armen. Maar ik bedoel meer te zeggen dat hij geen mouwtjes heeft. Waardoor het dus echt een pull-over spencer wordt. Mega leuk voor over een blouse of over een trui. En hij is ook wat langer aan de onderkant. Dus ja, ik vond deze echt heel leuk. Deze heb ik in een maatje S. Ik heb deze ook al aangehad met een foto. Dus dat kaartje ga ik zo even afknippen, want ik vind hem mega leuk. Dus maatje S. En hij kost €27,95. Oh, dat vind ik niet duur. Dus dat is deze Spencer. Mega blij mee. En dit zijn details. Echt dat gebreide stofje. Dan was dit eigenlijk alweer de soort van shoplog, lookbook van Naked. Hoe ik mijn Naked items heb gesteld en combineer. En hoe ik het zou dragen tijdens de herfst. Ik hoop dat je er wat inspiratie uit hebt gehaald. En dat je nu zelf ook misschien ideetjes hebt voor kleding. Voor je outfitjes in de herfst of in de winter. Dat kan natuurlijk ook. Vergeet dus niet de kortingscode DELVOR20 te gebruiken voor 20% korting. En check de linkjes in de beschrijving. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, doe duimpje omhoog als jij het leuk vond. En ja, tot gauw de volgende video weer. Doei doei!